De nieuwe Dordtse Biesbos wordt een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied met een directe toegang vanuit de stad. En vormt een belangrijk uitgangspunt voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht. We krijgen straks een prachtige verbinding tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbos, waar natuur en recreatie hand in hand gaan. Met respect voor de cultuurhistorische waarde van het eiland van Dordt wordt de waterkwaliteit in het gebied aanzienlijk verbeterd. Direct tegen de stad aan. Juist dat maakt onze Biesbos zo uniek in Nederland. Het project wordt tot 2018 gefaseerd uitgevoerd en opgeleverd. Ondanks flinke financiële tegenwind vanuit het Rijk heeft Dordrecht doorgezet in het realiseren van de nieuwe Dordtse Biesbos als belangrijk onderdeel van het speerpunt duurzaamheid van ons college. We hebben een nieuw akkoord gesloten met de provincie Zuid-Holland over de uitvoering van het project. Het nieuw aan te leggen natuur- en recreatiegebied wordt kleiner dan aanvankelijk de bedoeling was, maar de drie hoofddoelstellingen blijven overeind. Een ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbos, waarmee de natuur op ons eiland een flinke impuls krijgt. Daarnaast uitbreiding van het recreatiegebied met onder andere een nieuwe recreatieplas. En tenslotte verbetering van de waterhuishouding, waardoor het water aan de zuidkant van het eiland van betere kwaliteit wordt. De werkzaamheden aan de nieuwe Dordtse Biesbos hebben de afgelopen jaren niet stilgelegen. De tongplaat was al in uitvoering en is in juni 2012 officieel geopend. Polder de Tongplaat, 100 hectare groot, is daarmee weer onderdeel geworden van het rivierensysteem. Dwars door deze polder is een nieuwe stroomgul gegraven. Met hoogwater komt bijna de hele Tongplaat onder water te staan. En met laagwater valt een deel van deze polder weer droog. Door het gebied lopen straks drie wandelpaden, waaronder een avontuurlijk laarzenpad dat alleen met laagwater begaanbaar is. Voor de vogels wordt de Tongplaat een belangrijk gebied om voedsel te zoeken en om te broeden. Het eindresultaat is een ruig en afwisselend rietland. Kortom, een uniek gebied en een aanwinst voor onze stad en regio.